En dan gaan we naar Rijkenvorsel, samen met uh, Doreen Kuilaerts. Zet u Doreen. <laughs> Katrien is zich al een beetje aan het voorbereiden op de tekening voor Rijkenvorsel. Belangrijk, um, want de eerste vraag is natuurlijk: hoe ziet het Rijkenvorsel van jouw dromen eruit als je echt eens gek mag doen? Als je dat aan mij vraagt, als mama van drie kinderen, dan moet het Rijke van de toekomst eruit zien waar kinderen zich naar hartelust kunnen uitleven. En dan bedoel ik um, een soort van uh, parkspoor Noord, zoals in, in, hier in Antwerpen, vind ik uh, een heel leuke plaats om naartoe te gaan. Um, als we zoiets in Rijke zouden hebben, zou ik heel fijn vinden. Um, en als ze nou wat groter worden, dan zou ik het ook nog heel leuk vinden dat ze in eigen dorp uh, kunnen feesten naar hartelust. Um, dus dat is de toekomst voor rijke voorstel van mijn dromen voor mijn kinderen dan. Ja, je zegt het al, drie kinderen. Um, hoe combineer je dat in godsnaam met burgemeester zijn? Dat is druk, maar ik denk dat elke werk, uh, werkende mama uh, met kinderen het ook druk heeft. Ik heb het geluk dat ik uh, een man heb of een toekomstige man heb die uh, mij heel hard steunt, enorm steunt. Maar ook ik kan heel veel uh, terugvallen op uh, de steun van uh, mijn ouders en mijn schoonouders en bij uh, ja, uitbreiding de hele familie. Dus op die manier is het wel te doen. Toekomstige man, want je hebt goed nieuws. Ja, inderdaad. Uh, 2019. Dit jaar gaan wij uh, trouwen. Hij heeft me vorig jaar ten huwelijk gevraagd. En in september uh, is, allez, zal de grote dag, dag plaatsvinden, ja. Dat gaat het er niet rustiger op maken, denk ik dan, hè, als je nog zo'n plannen hebt? Inderdaad. Uh, een aantal van mijn vriendinnen die denken dat ik een bridezilla ga, ga zijn. Uh, maar ik ga dat proberen zo lang mogelijk uit te stellen. Wij hebben een weddingplanner, dus uh, op die manier wil ik ik een beetje uh, dat rustig beleven, ja. Zeg, en, en mag ik weten hoe hij je ten huwelijk gevraagd heeft? Uh, uiteraard. Um eh, de kinderen die gaan graag naar het blote voetenpad in Zuttendaal. Um, dus met Moederkesdag vorig jaar zijn we naar het blote voetenpad gegaan. En het was toen eigenlijk een hele goeie dag. En hij had zijn, uh, zijn regenvest aan. Heel vreemd eigenlijk, maar goed, hij wou die niet uit. Doen. ik had eigenlijk nog niks door. En halverwege hebben we daar zo een toren. Daar hebben we even rust of pauze genomen. En in één keer kwam er uit de zak een doosje met de kindjes er rond. En op de knie heeft hij de vraag gesteld. Dus. Uh, dan kan dat toch niet anders dan ja zeggen denk ik dan. Dat denk ik ook ja. Het wordt uiteindelijk nog een heel bijzonder jaar voor jou 2019. Bedankt om tot hier te komen. Graag gedaan.